wat raar. Maar ik zei, als er een wildernis kan zijn bij Lelystad, waarom zou je die op zijn minst op safari moeten kunnen bij Nijmegen? En we gaan erover praten met drie gasten hier aan tafel. En ik zal ze even voorstellen van links naar rechts voor u. Helemaal links, nou, de directeur van Triple E. Een kenniscentrum gespecialiseerd in de relatie tussen natuur en economie. Zijn motto is, heb ik begrepen, en zeg maar als ik het niet goed heb, is laat zien wat de natuur oplevert. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij is ook eigenaar van het Wilderniscafé. What's in the name? De Baard van Kekerdom, dames en heren, Tom Baan. In het midden, en nu was die man die net een paar keer zo van, ik weet niet precies waar, waar het over gaat. Waar u over gaat. Al ruim 10 jaar, dames en heren, burgemeester van Beek-Ubbergen. En anders dan wat veel Nijmegenaren denken, is dat de grootste eigenaar van de Gelderse Poort, dames en heren, Paul Wilpers. En helemaal in het district Rivierenland. En daarin ligt de Gelderse Poort en het Rijk van Nijmegen. Dames en heren, Arjan Snel. Welkom. Even een korte introductievraag. Meneer Wilpers, we horen net Jori Wolf. Wat was uw eerste wilderniservaring? Nou, die dorst ik nog net niet te vertellen. Ja. Ik heb in het bos gevreden ooit. Wie was daar getuige van? Dat uw eerste wilderniservaring was. Nee. Ja, u wijst wel heel diffuus. Maar meneer Baren, waarom begint u een café in de Gelderse Poort? Omdat het wat mij betreft een geweldige plek is. Het stond op dat moment leeg. En wij zagen de uitdaging wel aan. Ja. Dus niet omdat u van cafés houdt? Nee, ik drink geen alcohol. Dus ik was ook volkomen nuchter op dat moment. Ik wil eigenlijk in de praktijk brengen wat wij aan al die boekjes hebben geschreven. Ja. Omdat heel veel mensen zeggen, ja, dat zeg jij nou wel en zo. En op een gegeven moment ben ik dat gewoon helemaal zat. En dan denk je, dan doe ik het zelf wel. Ja. En daar ben ik een beetje klaar mee. En dat is wat wij zijn gaan doen. En nou heb ik laatst ook een gesprek gehad met de grote opperbaas van Staatsbosbeheer. Omdat ik heb gezegd, ik wil de Millingerwaard wel adopteren. Heel de Millingerwaard? Ja, want ja, je moet in de praktijk brengen wat je zegt. Hè? Dus ik zei, nou, het is wildernis en de deur kan het niet zijn. Dus ik wil best het beheer adopteren. Ja, een beetje onderhandelen, je moet chagren. En het idee is dat als mensen dan een biertje drinken en wij adopteren, dat je zegt, van, nou, ik ben de natuur aan het beschermen als je aan het wildernis bent. Okay. Dat is toch de ideale manier, lijkt mij. En dat bedoelde ik nou met waar ga ik eigenlijk? Ja. Ongeveer 1/3 van mijn grondgebied is van Staatsbosbeheer, de andere 1/3 van Gelders landschap. En die 1/3 die overblijft, dat denken de Nijmegenaren dat ze erover blijven. Ik heb met u te doen, meneer Wilpers. Ik niet. Het gaat om de safari in Nijmegen. En dan dachten we niet inderdaad aan het hijsen in het café van Tom Baren of het vrijen van burgemeester Wilpers. Maar Arjan Snel die had, had ook een droom over de Gelderse Poort. Arjan, vertel eens, wat is jouw droom over de Gelderse Poort? Even heel kort, de film is net er iets over verteld. Jij kwam bij me met het idee om hier een keer te gaan zitten. En ik begon te praten. Ik zeg, ik heb ook een droom. En al pratende zegt hij, nou ga dat maar op het podium uitleggen. Dus vandaar dat ik hier zit. En ik droom wel, alhoewel mijn vrouw zit in de zaal, die vraagt droom wel eens. En dat is eigenlijk, dan zeg ik altijd nee. Ja. Maar in dit geval droom ik met mijn ogen open. En het gaat over het volgende. Ik werk, is net al gezegd, bij Staatsbosbeheer. Dan ga ik... Nou, laten we zeggen 1 of 2 keer per week naar de Gelderse Poort. En dan rijd ik vanaf Nijmegen die dijk om. En dan kijk ik aan de linkerkant. En volgens mij de meeste zijn in de Gelderse Poort geweest. 69%. Ziet aan de linkerkant, laten we zeggen, wildernis. Dan kunt u die rivier natuur, die spontane, die vrije wildernis natuur, die net gezegd is door Jori, je kunt u daar zien. Dan heb je vervolgens de dijk.
En dan heb je een andere wereld. Dan komt de wereld van de polder. Dan komt de wereld van de geperceleerde, de wereld van de agrariërs. En dan zie ik de wereld, laat me zeggen, van de Duivelsberg. En als ik die drie werelden zie en ik rij op die dijk, dan heb ik altijd zo'n beeld. Hoe zou het zijn als die drie werelden geen drie aparte werelden zijn, dan zijn ze door een dijk, maar één groot natuurgebied. Eén natuurgebied waarin je vrij kan zijn. Waarin je zo'n ontmoeting hebt, zoals Nicole net zegt. En niet, of Jori net zegt, niet begrensd door dijken. Vanaf de dijk heel overzichtelijk gezien, maar waarin je kan dwalen. Ik ben ook nieuwsgierig hoe zo'n landschap eruit ziet. Dus aan de linkerkant, ruig en spontaan. Stel nou dat je dat door zou vertalen naar een deel van de polder. Stel dat je ook op de Duivelsberg een grote grazer kan ontmoeten, of een rund, of een hert. Hoe zou dat zijn? Nou, dat is waar mijn verlangen over gaat. Dat is jouw rol. Ja. En dat zijn er misschien mensen in de zaal.